Yo gasten, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Redix Gaming. En in deze nieuwe serie gaan we Hans Tweede Kans, daar staat hij dames en heren, een game PC uit 2009 van Medion, helemaal restaureren, opknappen, overklokken en er gewoon een viable game PC van maken. Dus ben je daar benieuwd naar? Stay tuned. Oh Hans Tweede Kans. Nou, in deze game PC zit een super oude Core i7 quad-core processor, een 840 uit mijn hoofd, en een harde schijf. En ja, die combinatie is niet super snel en het opstarten duurt dus ook best wel even. Dus we gaan even kijken. Chill als dingen in het Engels ook rijmen. Nou, daar is hij. Ja, Paul gaat een timer in beeld zetten voor hoe lang dat duurde. Het voelde als best lang. Maar we gaan even naar de binnenkant van de PC, want we gaan natuurlijk wel even de hardware checken. Alright, we hebben vandaag dus een 12 jaar... Ja, het is 2021. Een 12 jaar oude game PC. 2009 is deze van ongeveer. Met een quad-core i7 870 op 2,93 GHz. En met hyperthreading, want dat hebben alle i7's tot nu toe gehad. Op dit moment zit er 4 gig in, maar hier ligt nog 2 gig. Dit zijn twee sticks van 1 gig en er zitten nu twee sticks van 2 gig in. We hebben een HD 5870, super vet, want ik had vroeger een HD 5850. Met een backplate, dat was toen echt heel speciaal als je videokaart een backplate had. Was ook echt een super dikke high-end kaart toen. Ja, nou, de harde schijf is pittig versleten, hebben we gemerkt, door de laadtijd en de opstarttijd. We hoorden je HDD ook gaan, jong. En hij is gewoon heel vies. En zoals je weet, stof is slecht, want stof blokkeert airflow. En stof zorgt ervoor dat heatsinks bijvoorbeeld hun hitte niet kwijt kunnen. Dus wat we gaan doen is, ik ga heel even een testje draaien, even kijken hoe warm alles wordt. En dan nemen we de PC mee naar buiten, dan spuiten we hem helemaal uit. En dan laat ik jullie meteen even zien hoe dat moet. Dus dit is meteen een hoe maak ik mijn PC schoon tutorial. Er komt ook echt een vreemde geur uit, man. Het is 12 jaar oude voeding. Dat ruikt nooit lekker. Steam? Nou, we laten Hans even een kwartier sterven en dan zie ik jullie zo. A few minutes later. Hans heeft het zwaar. Hij staat nu 26 minuten te blazen. De GPU zit op 68 graden op dit moment, maar die wordt niet volledig belast. Ja, dat zal ofwel iets van bottlenecking of iets van incompatibiliteit met AIDA zijn. Maar de CPU wordt wel 100% belast en die zit op dit moment op 83 graden. Ik ga nog even met mijn microfoon lekker dichterbij, zodat jullie horen wat voor geluid hij nu maakt. Oh yeah. Work it, Hansje. En dan gaan we hem lekker mee naar buiten nemen nu en even flink schoonspuiten met deze shit. En mijn geheime wapen. Let's go. Nou, krijgen jullie een kijkje in de werkplaats. Ja, dan mag je met mij op de knietjes komen, Paul. Dan gaan we even spuiten. Yeah, boy. Het is eigenlijk gewoon belangrijk dat je, punt 1, zorgt dat het niet regent. Je moet deze bus moet je recht ophouden, want anders komt er vloeistof uit, zoals je misschien ziet. En die vloeistof is trouwens ook super koud. En daar is iemand aan de deur. Hallo, ik kan nog steeds iets terugbrengen. Dankjewel. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik ga beginnen met wat mij het meest stoort en dat is de CPU-koeler, want daar zit wel echt een hoop gunk in. De spuittijd. Spuittijd in 3, 2, 1. Dat ding wordt ook super koud. Zo. Ja, deze busjes zijn heel leuk voor thuis. Ja, als je geen compressor hebt of zo, dan is het gewoon heel moeilijk om zo'n krachtige spuitdruk te krijgen thuis, zeg maar. Het zware werk in 3, 2, 1. Kijk, je ziet het hier nu allemaal aan het oppervlak komen, zeg maar. Kun je dat zien? Hier zo.
Zie je dat? Gaan we even. Nou, dit is de kaart. Maar je ziet er eigenlijk al best wel schoon uit van binnen. For your entertainment. Ja, en er zit natuurlijk altijd nog wat van het hardnekkige stof op. Wat dit apparaat niet eraf krijgt, omdat het gewoon zo vies aangekoekt is. Dus dat is de volgende stap in het schoonmaken van deze case. Maar het meeste is er nu al uit en ik durf nu in ieder geval gewoon lekker erin te werken. Nou, vind jij het nou super vet om te zien hoe wij deze PC verder gaan opknappen? Laat dan zeker weten in de comments wat het volgende is dat we moeten gaan doen. Misschien willen jullie dat we het cable management opnieuw doen. Of dat we de hele binnenkant gaan deep cleanen. Dat we dat echte hardnekkige stof eraf gaan halen. Dat hij weer helemaal glimt en blinkt. Ja, daarna gaan we hem natuurlijk proberen sneller te maken en misschien wel upgraden. Dus laat weten wat jullie willen zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben als je de volgende aflevering niet wilt missen. En hopelijk zie ik je snel terug in de volgende video. Doei!